of wat laat? Goedemorgen. Goedemorgen, het is nacht. Hoe laat is het dan? 3 uur. 3 uur in de nacht. En wij zijn nu onderweg naar Schiphol. Nou ja, we zijn nu gestopt bij de tankstation, maar ik ga hem brengen naar Schiphol. Want... Taxi Mirna. Ja, meneertje gaat een paar dagen weg. Zo, dat was echt in mijn oor. Dat doet echt pijn gewoon. Wat ga jij doen? Dat is voor al die haters. Wat ga je doen? Zeg ze maar dat ze dik kunnen zakken. Wat ga je doen, Nini? Ze gaan werken. Ga lekker geld verdienen. Ja, in het buitenland. Nesim gaat voor een campagne. 2 dagen weg eigenlijk, ja, officieel. Ik ga wapenhandel in Italië. Nou, doe eens even. En nu gaan wij lekker koffie drinken bij het tankstation. En dan ga ik hem afzetten bij Schiphol. We zijn veel te vroeg. Spannend, hè? Hij heeft zijn kussentje mee, alles. Ja. Dat is het. Dat is de planning. Ja, ben je klaar? Ja, nu gaat hij zijn vlog openen, besef. Ook. Oké, wij zijn nu eigenlijk al bij Schiphol. Ga mij missen. Oh. Ah, ik ben maar 3 dagjes weg. Dat is ook zo. Oh, nu moet ik weer helemaal terugreizen. Zo. Ik ga echt missen. Ja, maar gelukkig zijn we vroeg. Hij heeft nog kapot veel tijd. Ik zit ook echt uit als een zwerver gewoon, hè. Val mee. Wat dan? Val wel mee? Oh, je zit er gewoon goed op. Ga je thuis gelijk slapen? Of ga je... Ik denk het wel. Ga je vliegtuig ook proberen te slapen? Gewoon lekker slapen en dan morgen weer fris. Oh. Morgen... Volgens mij gaan wij morgen niet zo heel veel doen. Nee? Een beetje de buurt verkennen en gewoon chillen, denk ik. Ja. De dag daarna gaan we pas echt werken. Ik ga naar Saranda morgen. Morgen. Vandaag eigenlijk, hè? Ga je dit doen? Weet ik niet. Ga je zelf opruimen daarna? Ga maar de groetjes aan eten doen. Dat zal ik doen. Ik heb nog even hoor. Blijf nog even in de auto zitten. Oké. Okay. Zo, doe het echt alsof ik voor een maand weg ga. Kus mijn hand maar. Nou, nee, kus mijn hand. Dit is echt zo'n liedje van vroeger die ik echt tof vond. Die ik net erop heb gedaan. En ik denk van, wat een baggerliedje was dat zeg. Wat vond ik hier nou zo leuk aan? Goedemorgen, ik heb net een afspraak gehad. Ik heb vandaag echt zo lekker geslapen. Ik heb echt een dikke coma slaap gehad. ik ben heel vroeg opgestaan. Ik heb meteen een afspraak gehad. Ik ben er nu klaar mee en ik heb nu echt gewoon honger, want ik heb nog niet ontbeten. En ja, dus ik ga nu even lekker een ontbijtje halen. En dan ga ik naar huis. Ik ga zo wel echt even mijn haar opnieuw doen hoor. Het ziet er echt niet uit. Zo, dreadlocks gewoon. Ik ga weer even douchen en mijn haren doen. En dan ga ik denk ik schoonmaken. Mijn huis even lekker schoonmaken. Ik ben nu lekker aan het genieten van mijn broodje met eiersalade. Hij is echt super lekker. Goedemorgen, het is vandaag alweer vrijdag. En vrijdag? Het is alweer vrijdag vandaag. En ik ga Nessim ophalen. Ik heb hem echt super erg gemist. Ik heb me afgelopen dagen niet echt goed gevoeld. En nu echt was, ik heb niet echt kunnen vloggen. Maar ik kom vandaag weer terug. Ik ga hem ophalen. Ik heb hem echt gemist. Hij blijft vandaag eventjes bij mij. En hij gaat in de avond door naar Groningen. Want hij heeft daar weer een boeking. Dus ik ga even genieten van deze dag. Ik heb net... heel ongezond. Een Red Bull gehaald om lekker wakker te worden. En ik ga nu lekker zo richting Schiphol rijden. Ik moet nog eventjes rijden, dus ik moet mezelf even wakker houden. En ik heb vandaag echt weer zin om 90s muziek gewoon heel hard te luisteren in de auto. De laatste tijd luister ik echt alleen maar oude liedjes in de auto. Dus daar heb ik zin in. Trouwens wel echt super moe. En mijn haar is nog super nat. Zoals je kan zien. Maar goed, ik ga even snel rijden en dan ga ik Nessim ophalen, jongens. Guys, ik heb echt enorme fucking stress. Alles is hier letterlijk afgezet. Letterlijk alles is hier afgezet. En ik heb 20 minuten om Schiphol gewoon de hele tijd lopen rijden. Tot ik hier kan zijn. Ik sta nu bij vertrek in plaats van aankomst. En ik ga hier gewoon echt niet weg dat Nessim hier is. Ik heb echt zoveel stress gehad. Elke keer als ik er bijna was, stuurden ze me weer de andere kant op. Ik word hier echt helemaal ziek van gewoon. Voilà. Hey, we zijn net thuis en Nessie heeft wat voor mij gekocht. Dus waarom doe je zo geheimzinnig? Ja, er zit heel veel druk op mij. Hoezo dan? Hij wil mij teach.
Het is gewoon een stom cadeautje. Nou hè, ik vind het leuk. Wel, ik ga hem uitpakken. Ik ga hem uitpakken. Wil jij hem uitpakken? Ja. Oké, okay, dat wil ik wel. Dit is een cadeautje gekregen van Esther. Van Malta. Hier, kijk! Ja, zo'n kut souvenir is dit, hè? Thank you. Wat heb je dan voor Etienne's gekocht? Laat ik wel even zien. Ik heb deze shirt gekregen van Nassim. I love Malta. En hij heeft ook voor Etienne dit gekocht. Kijk deze hoe schattig. Dit is voor Michaela. En dit is voor Michaela. Excuses dochtertje. Dat is ook schattig, man. Dat is ook lief. Someone who loves me very much. Bought me this shirt. Van Malta. Zou ik me echt uit vergelijken met jou, man. Ik kan ook geen zon zien. Ah. Ik wil ook zo, Nini. Inshallah. Nes, iemand me eigenlijk beloofd om met jou op vakantie te gaan. Inshallah. Maar het gaat niet meer door. Dat is niet waar. Dat weet ik nog niet. Weet je dat nog niet? Besef dat ik heb 20 november heb ik mijn eerste vrije dag. Oh, 20 november. Bij 1 november jarig. Ja, dat weet ik, want die heb ik ook vrij. Oh, 1 november heeft hij wel vrij. Oké, okay. Nou, slaap lekker, Nini. Mm. Ik ga lekker broodjes halen. En ik ga wasjes draaien. Voor mij voor mezelf. Oeh. Eet toch broodjes? Wow. En ik ga jouw pasta eten straks. Oh, die is echt lekker gelukkig, moet je eerlijk zeggen. Je bent zeker wel beu. Ja, ik ben wel een beetje beu. Ik heb al 3 keer gegeten. Maar ik ga dan daarna wasjes draaien. Mm. En dan gaan wij door samen. Ben je nog ongesteld? Oh, je moet zeg je dat. Ik ben even gaan slapen en ik ben even boodschap gaan. Ik heb drankje gehaald, een tabakkenbroodje gehaald. En ik heb een chocoladecroissantje gehaald. Ik wil een broodje tonijnsalade maken, dus ik heb tonijnsalade gekocht. Met ijsbergsla. Ik heb een lekkere broodje tonijnsalade gemaakt en die ga ik nu eten. Het ziet er echt lekker uit. We hebben lekker samen een paar uurtjes geslapen. En daarna hebben we even de restjes van gisteren opgegeten. Was echt super lekker. Even samen gezeten. En nu is hij net vertrokken naar een optreden in Groningen. Hij is net vertrokken naar een optreden in Groningen. Even lekker wasjes gedraaid en het huis schoongemaakt. Ik heb lekker gedoucht en ik heb lekker mijn pyjama aangedaan. En ik ga zo lekker vertrekken naar mijn vriendin. Ik ga daar even lekker chillen. Dan kom ik in de nacht weer terug. Ga ik verder met schoonmaken. Ja, ik hou ervan om een nacht schoon te maken. Ik weet niet of er andere vrouwen zijn die ook in de nacht schoonmaken. Ik ben aan het denken, ik heb mijn pyjama al aangedaan. Dus ik heb geen zin om onderweg ergens te stoppen om drinken te halen. Ik heb wel echt heel erg dorst. Dus ik ga nu lekker koffie maken, denk ik. Met die nieuwe siroop die ik heb gekocht. Ik laat jullie even zien. Kijk, ik heb deze hazelnootsiroop laatst gekocht van de Appie. En die is echt super lekker. Je hoeft maar heel weinig in te doen. Deze beker van de Starbucks is echt super handig. Vooral als je even lekker koffie wil in de auto, kan je het zo meenemen. Oké, ik maak dus koffie en doe ik een beetje melk bij en een heel klein beetje hazelnootsiroop. Want het wordt echt heel snel zoet, daar moet je echt mee oppassen. En mijn koffie is klaar. Echt zo'n fijn gevoel om in je pyjama in de auto te zitten op weg naar je vriendin. Met een lekkere koffietje. Ik heb trouwens net de post opgehaald en ik heb blijkbaar een bezorging gemist. Dat is wel echt kut. Ik ga even snel rijden, jongens. Jongens, ik ben net aangekomen. Oh, fucking eng. Oh, die guy was fucking eng. Oh my god. Oh, ik kreeg echt een hartverzakking gewoon net. Oh my god. Zo'n heel enge vent keek me gewoon recht in mijn ogen aan. Het was echt pikken donker gewoon. In ieder geval, ik ben net aangekomen. En ik denk dat ik hierbij ook de vlog afsluit. Want ik vlog eigenlijk niet zoveel bij Saranda. Ik denk echt dat het echt een heel vage vlog was. Ik heb eigenlijk amper gevlogd. En wat ik heb gevlogd is volgens mij voornamelijk in de auto. Excuses daarvoor. Ik zag al een comment van ja, je doet niet meer zoveel. In het begin waren jouw vlogs ook leuker. Vond ik zelf ook. Ik ben ook echt weer toe aan vakantie. Maar helaas heeft Nessie echt een super drukke agenda. Waardoor het waarschijnlijk niet eens meer lukt dit jaar. Wij willen ook heel graag op vakantie. Wij willen ook heel graag vakantievlogs maken. Wij willen ook andere dingen doen. Maar ik heb nu een beetje een vaste routine in mijn leven. Ik ga nog wel even kijken of ik misschien alleen ga met een vriendin of zo.
Maar dat is niet zeker, want weet je, het is aan het einde van de dag wil ik het liefst met mijn man dingen doen. En als ik op reis ga, wil ik het liefst met mijn man op reis. Klinkt misschien heel stom. Maar ik wil gewoon dingen zien met Nessie, maar niet alleen. En Nessie is nu wel alleen naar Malta gegaan, bijvoorbeeld. Maar hij is daar echt gewoon voor opname. Maar het blijft wel werk. Dus in ieder geval, ik hoop dat ik echt heel snel op vakantie ga. En dat ik heel snel leuke vlogs voor jullie ga maken. Voor nu even heb ik een saai leventje in Nederland. Ik probeer er de beste van te maken. Ik hoop dat je het leuk vinden. En ja, net zoals jullie hoop ik ook gewoon leuke vlogs te maken. Ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei jongens. Mwah.